Dag Nick, ik ben het, de man die alleen maar het beste voor je wil, Hugo Matthijssen. Je bent een goede kerel, Nick. Je hebt een goede smaak. Je hebt je zoon een prachtige naam gegeven. Je hebt een geweldige vriendin. Maar je doet je vriendin heel veel pijn. En dat vind ik erg. Als Roos alleen is, zit ze vaak stil in een hoekje te schreien. En dan snikt ze. Waarom wil hij toch niet? Waarom wil hij toch niet? Daarom zeg ik Nick, wees een man en doe het. Ga op de knieën. Ik zal je even demonstreren welke bewoordingen je ongeveer moet gebruiken. Alsjeblieft, wil je met me trouwen? Het zal je niet berouwen. Ik zal je goed waarderen. Ik zal je alles zijn. En van je la 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 la. Roos, trouw met mij. Wel, Nick, in alle bescheidenheid, ik denk als je het op deze manier aanpakt, dat je wel mag hopen op een positief antwoord. Er is toch wel één klein dingetje dat ik toch moet vermelden. En dat is het volgende. Radio 2 is natuurlijk ook gebonden aan bepaalde journalistieke regels. En die houden in dat we idealiter nog een second opinion moeten laten horen. En nu is er toevallig iemand in mijn omgeving die ook heel veel verstand heeft van man-vrouw relaties. En die wil ik dadelijk even aan het woord laten. In elk geval, veel succes, Nick, en veel geluk, Nick en Roos, natuurlijk. Goedenavond allemaal, mijn naam is Clément Peres. Ik zal er niet zo met de duiren in de oos vallen. Nick, jongen, alla, hoe kun je nou zo stoem zijn? Jij hebt mijn kop gevallen of wel? Waar je zo totaal laten inpakken? Ik zou zeggen, Nick, gebruik dat eens een beetje aan verstand. Ligt al niet genoeg onder de sloeg of wat? Alla, wil je naar Aston blijven? Je moet het niet voor mij doen, hè, maar doe het voor wagen. Wil je naar Aston blijven? Misschien eens twee keer nadenken voordat je iets stoem kon zeggen of vragen? Oké? Okay? Merci, Nick. See you. Bye.